Hoe ervaar jij jezelf doorheen je levensloop? En met die vraag bedoel ik niet op wat je allemaal van plan bent om nog te doen, of wat je al meegemaakt hebt in je leven. Maar je zelfbeeld, hoe ervaar je jezelf doorheen die levenslijn? Heb je het gevoel dat je volwassen geworden bent in een bepaald milieu en dan statisch door het leven gaat? Of heb je het gevoel dat je levenslang in ontwikkeling bent en tot aan je levenseinde aan ontwikkeling zult doen? Wel, als we nadenken over hoe mensen door het leven gaan, dan komen we terecht bij de ontwikkelingspsychologie, die je een aantal kapstokken geeft over levensfasen. En als ik hier nu eens een boek vastneem over ontwikkelingspsychologie, een boek die aan de universiteit wordt gebruikt, dan valt er altijd wel iets heel bijzonders op. En dat is dat de eerste levensfases van de mens tot aan de volwassenheid heel grondig bestudeerd worden. Maar dan, die latere levensfases, die worden stiefmoederlijk behandeld. Het is alsof dat de psychologie heel weinig weet te zeggen hoe we als volwassenen ons verder ontwikkelen gedurende de levensloop. Als ik zo bijvoorbeeld eens een inhoudstafel bekijk, de prenatale fase, de babyfase, de peuter, de kleuter, de schoolperiode, de puber, de adolescent, allemaal zeer goed onderscheiden. En dan bedraagt dat in dit boek 194 bladzijden. En dan de fase van de volwassenheid, 35 bladzijden. En de fase van ouderdom, ook 35 bladzijden. Dat wil zeggen bijna 200 pagina's studie over de ontwikkeling naar de volwassenheid en 70 voor die 40, 50, 60 jaar dat we dan daarna nog te gaan hebben. Een andere zaak die mij in die boeken opvalt, is als we dan besprekingen hebben over de verschillende fasen. Het gaat over biologische aspecten, over cognitieve ontwikkeling, over het sociale en persoonlijkheidsontwikkeling. Maar die diepere zaak van existentiële ontwikkeling of spirituele dimensie komen in die psychologieboeken meestal niet aan bod. Ik vind veel meer inspiratie om over de levensloop na te denken en hoe dat we ons ontwikkelen in spirituele boeken, zoals boeken van Rudolf Steiner of Krishnamurti of Alan Watts, Gurdjieff, Thomas Merton. Maar ook boeddhistische boeken van de Dalai Lama. Het zijn eigenlijk allemaal spirituele boeken die ons uitleggen hoe dat de levensloop ook een weg is naar verlichting, naar spirituele eenheid, naar meer liefde. Als je dan over de christelijke literatuur zou nadenken, die groei naar vrede en liefde. Als ik dan praktisch aan de slag ga met de levensloop, dan zou ik drie fases willen onderscheiden. Drie fundamenteel verschillende patronen in hoe dat we over ontwikkeling nadenken. En die hebben we echt te onderscheiden. Ik heb het gevoel in zo'n handboeken dat men die drie patronen niet echt goed begrijpt. Een kind dat geboren wordt, komt in de tijd, zo verbeeld ik dat hier, komt in de tijd. En gaat zich ontwikkelen tot volwassenheid. Dat is een eerste grote fase in het leven van de mens dat vooral biologisch bepaald is en door het milieu bepaald wordt. Je krijgt een volwassen vorm. Dat woord is heel mooi. Het proces van wassen tot volheid. Ik noem deze fase het ontwikkelen. Met dat woordje ont, dat betekent dat je wat erin zit zich ontvouwt, zich tot vorm toont. De potentie wordt een vorm. En vooral bepaald door wat er al genetisch en door het milieu bepaald is. Laat me zeggen dat deze fase loopt tot 25 jaar, als ook de hersenen volledig volgroeid zijn. Dan hebben we een grote fase in het leven van de mens die zijn productiefase is en identiteit. Je gaat als volwassene dan in die maatschappij aan de slag en je gaat jezelf positioneren. Je identiteit is belangrijk. Wie ben je aan het worden? Individuatie noemt Jung dat. Je gaat je onderscheiden van anderen. En je gaat produceren. Je produceert op vlak van relaties, je loopbaan, je woning, het gezin dat je sticht, enzovoort. Ik noem die lange fase in het leven van de mens, waarvan je kunt zeggen dat die tot nu 67 jaar duurt, ik noem dat verwikkelen.
verwikkelen omdat je je eigen identiteit gaat positioneren, profileren in relatie met de interactie met de wereld. Je komt van alles tegen en je hebt je telkens opnieuw te positioneren. En zo word je jezelf. In die verwikkeling, je raakt ook soms verstrengeld in een aantal zaken. En de opgave is om daar te individueren, om daar in jezelf te zijn. Je eigen persoon echt vorm te geven, hoe dat je uniek wil leven. Na die fase komt er, en bij veel mensen is het dan een fase van precies biologische afgang. We gaan dan weer uit de tijd. En dan zeggen mensen, laat ons vanaf dat pensioenleeftijd toch echt gaan genieten. Zo lang mogelijk nog die levenskwaliteit behouden en genieten van het leven zelf. Waar het bij mij om te doen is, is dat er volgens mij nog een heel ander iets aan het werk is in het leven van de mens. Een andere mogelijkheid van ontwikkeling die zich aandient. Zeker nu dat we altijd maar ouder worden. En dat we de vrijheid hebben om ons leven vorm te geven. Dat is onze situering in grotere gehelen. De grotere gehelen die helpen ons zin te zoeken en zin te vinden. Het is een natuurlijk proces in het leven van een mens. Als je ouder wordt, dat je ook meer voeling begint te krijgen, meer bewust wordt van die grotere gehelen rondom ons. En dat is niet alleen de maatschappij of het gezin, maar ook het leven zelf, het universum, de evolutie. Al die grotere zaken zijn iets waar dat in ons bewustzijn komt. En je gaat je daarin situeren. Je gaat een proces aan waarin dat je die plek zoekt en dan tot diepe rust, tot diepe vrede komt met jezelf. Ik noem dat een fase van inwikkelen. Dat is een fundamenteel ander patroon, is dat wij een plek hebben in dat geheel. Ontwikkelen, verwikkelen en inwikkelen zijn drie verschillende patronen om na te denken over dat algemeen idee van de levensloop en hoe dat we daarmee aan de slag gaan. Vele auteurs die zeggen, nee, het begint niet vanaf 67ste. Je moet eigenlijk bedenken dat vanaf 40 jaar er een bewustzijn ontstaat bij mensen van het grotere. En Rudolf Steiner heeft dat heel helder geformuleerd. Maar iedereen, als je rondom je kijkt, besef je dat die fase rond 40 jaar, door sommige midlife crisis genoemd, eigenlijk een fase is van awakening. Waarin dat je bewust wordt welke waarde dat je voorop wilt stellen. En dat je geleidelijk aan van daaruit, het is een zeer langzaam groeiend proces. In eerste instantie wil je authentiek leven. En daarna wordt het steeds groter. Je gaat jezelf meer en meer plaatsen in iets dat veel groter is dan jezelf. En daar heb je een appel rond. Je voelt je daardoor geroepen om dan iets zinvol bij te dragen met je talenten, met wie dat je bent. Dat is dan het inwikkelen. Dus zingeving is hier het grote thema om vorm aan te geven, zingeving. Wat het voor coaches en leraren enzovoort een enorme uitdaging is, maar ook voor iedereen, is die worstelingen die we meemaken rond onze 40 jaar te begrijpen als een begin van een bewustwordingsproces die te maken heeft met zingeving en niet noodzakelijk met problemen die moeten opgelost worden. We leven vandaag de dag, dat weten we, in een soort religieus vacuüm, waarin dat we geen antwoorden meer krijgen vanuit religies of vanuit de kerk. We hebben het zelf uit te zoeken wat de zin is van ons leven. En daardoor is er een soort verwarring. De existentiële vraag, de zingevingsvraag, die verstopt zich als het ware. Die verstopt zich achter aanmeldingen die als een probleem geformuleerd worden. Mensen die zich depressief voelen, geen zin meer voelen. Mensen die angstig worden, die onrustig worden, die burn-out geraken, die zich voelen vastzitten in de gouden kooi, die gefrustreerd zijn. Al die soorten aanmeldingen, daarvan kun je dus de vraag stellen, gaat het hier over een psychosociaal probleem dat moet opgelost worden? Of is er hier niet iets, een begin dat gemaakt wordt van een fundamentele andere soort vraag die eigenlijk niet kan opgelost worden, maar die een soort kwestie in gang steekt van wat, waarom leef ik, waartoe leef ik? En die dat leren zien van die vermomde aanmeldingen, van die vragen die zich verstoppen, dat leren zien is een grote opgave voor iedereen die zich met hulpverlening bezighoudt. En mijn uitdaging is om daar handen en voeten aan te geven en in onze ondersteuning van individuen
om die grotere gehele, om daar voeding mee te krijgen, om daar handen en voeten aan te geven, om daar methodiek rond te ontwikkelen, dat te leren zien. Mensen daar warm voor te maken, voor die existentiële en spirituele dimensie van het mens zijn. En dat is iets wat ik ook graag dan de wereld inzet via de Dag van de Zingeving, die we in januari en februari zullen starten.